Een hele goede morgen, lieve zondagmorgen vlogkijkers van YouTube bij De Stofjes. Yes, 3 rondjes vandaag, maar kijk toch eens weer wel een lekker weertje. Heerlijk, heerlijk weertje om te lopen zo. Was niet mijn snelste tijd, maar ik heb wel lekker gelopen. Dus erg leuk. Nou. Oh. Morgen. Nou. Wat gaat de rest van de dag ons brengen? De rest van de dag gaat ons brengen dat wij... Oh, ik hoef niet naar het voetballen. We zijn vandaag vrij. Daarvoor gaan we iets anders doen. We gaan vandaag weer een keer naar mijn schoonvader toe in Utrecht. Zijn we al best wel lang niet meer geweest. Dus het werd eigenlijk wel eens een keer tijd om daar weer eens heen te gaan. Dus hoppakee. Dus ik ben op zich wel benieuwd hoe dat maar gaat. Dus nou, raampjes gaan weer beslaan. Nou, gisteren met de dames gevoetbald. MO17. EGS. Helaas. Verloren. 0-3. Thuiswedstrijd. Maar goed. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ze hadden een paar goede speelsters bij. Konden de bal goed wegleggen. Ook technisch wel goed onderlegd. Dus ja, in principe heb ik daar dan wel toch wel eens wat vrede mee. Ja, wat ik dan wel jammer vind is dat ze dan iemand, dat kun je natuurlijk zeggen, ze is speelgerechtigd om mee te doen. Dus je kan er niks van zeggen. Ik vond het alleen jammer dat het, maar volgens mij waren er drie speelsters. Drie. Die alle drie wel gewoon het team draaiden. En ja, nou goed. Uiteindelijk, waar het mij dan om gaat, is dan niet zozeer dat we per se moeten winnen. Natuurlijk is het al meegenomen als je wint. Maar wat ik graag wil zien is de strijd. Niet opgeven, doorgaan. Nou, de eerste helft word je door die situatie word je een beetje overrompeld. Daar maken ze de 2-0 maken ze dan in de eerste helft. Later krijgen we iets meer vat op hun spel. En werd het voor hun ook steeds lastiger om bij ons bij de goal te komen of niet om weer een goede kans te krijgen. Dus dat was al een goede insteek. Na de pauze houden we het eigenlijk heel lang nog op de nul. Of op de nul voor de tegengoal dan, zeg maar, in de tweede helft. En weer één momentje die ene speelster loslaat en ze haalt weer aan van de meter of 25 en ze legt hem gewoon lekker net onder de lat. Ja, weet je, daar kun je er alles van zeggen of van vinden. Dat is dan jammer dat je dan uiteindelijk nog tegen krijgt. Maar als je dan de eerste helft er twee om de oren krijgt en in de tweede helft uiteindelijk maar eentje. Waarvan wij eigenlijk ook nog gewoon goede kansen hadden om er iets mee te doen. Ja, weet je, dan ja weer hetzelfde. Dus vorige keer ging het ons zo makkelijk af. Nou, dan won je met 7-1. Maar dan nog, als je dan nog tig kansen nodig hebt om überhaupt dan een goal te maken, ja, dan loop je ook achter de feiten aan. We missen een speelster die voorin staat, die mocht een keer meedoen bij de vrouwen 2. Hij is toen met de keepster in aanraking gekomen, behoorlijk flink. Hij heeft een lichte kneuzing aan de ribben en aan de rug. En had een gezwollen knie van de impact. Dus die moesten we missen en dat is ook mijn beste speelster. Ja, die mis je dan. En dat merk je dan in dit soort wedstrijden, dat je dan net die afmaakster mist. Om uiteindelijk dan een ander soort uitslag te krijgen. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Maar ja, het is zo. Daar hebben we mee te doen. En we moeten verder nog van zeggen.
nogmaals, ik vind de inzet vind ik dan belangrijker. Dat we laten zien dat we niet zomaar van de mat afgeveegd worden. Dat we ook best wel leuk kunnen ballen. Ik heb ook echt wel leuke en goede dingen gezien. Die ze nou langzaamaan op beginnen te pakken vanuit de trainingen. Dus ja, dat is ook gewoon leuk om dat te zien. Dat ze er iets mee doen, uiteindelijk. Dat wat je dan traint, dat in sommige gevallen ook mooi naar voren komt. Ja. Daar doe je het voor. Nou ja, op de conditie ga ik ze wat proberen een iets hoger latje te leggen. Ja, komt natuurlijk dat ik zelf ook een beetje bezig ben. Maar dat is niet altijd makkelijk. Het zijn meiden onder 17. Ze hebben natuurlijk school. Sommige werken nog een keer erbij. Dus ze hebben in zekere zin toch wel een redelijk druk leven, zeg maar. En ja, dat soort dingetjes. Dus weet je, dat kun je alles aan doen, aan willen. Maar we moeten het gewoon doorgaan met trainen. En dan komt het helemaal goed. Nou, dat was het weer voor vandaag. Kort vlogje, voetballen. Dan dus ga ik zo meteen naar mijn schoonvader, Utrecht. En dan, dan kunnen we voor de volgende keer een nieuwe doen. Dus ik zeg blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal en dan zie je de volgende keer weer. Ik zeg ciao.